Hi allemaal, ik ben Jelena en vandaag is het weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik altijd zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Vandaag zit ik met Ruth Sinclair en zij heeft in haar Q-Time een geweldig kinderboek geschreven. En vandaag gaan we het daarover hebben. What we need is a little Q-Time. Hi Ruth. Ja, hi Jelena. Waar lag je? Nee, gewoon, ik vind het leuk. Ik denk, oh ja, nee, dus je zegt Q-Time. Denk ik, oh ja, ik heb in mijn Q-Time dit boek geschreven. Ja. Ja, toch? Dus zo had ik er nog niet over nagedacht. Leuk. How are you? Goed, ik ben een beetje, ik wil niet zeggen gestrest, maar druk. In mijn hoofd en in mijn schema. Maar it's good to be here. Yes. I'm good. Ja, de zon schijnt. Een beetje te hard, maar de zon schijnt. En I'm happy. A happy person. Yes. Nee, dan gaan we dat gevoel gewoon lekker vasthouden. Ja. Want je bent bezig geweest en je hebt een heel kinderboek geschreven. Ja, man. Ja. Echt onverwachts ook voor mij, hoor. Want je vertelde me in het voorgesprek, ik werd er bijna op mijn vingers getikt, dat je nog meer boeken hebt geschreven. Ja, dit is mijn vijfde boek. Je vijfde boek. Ja. Misschien wil je ons ook even vertellen in het kort wie jij bent, voor degenen die het niet weten. Mm-hmm. En de vier andere boeken die daarvoor uit jouw hand zijn voortgevloeid. Ja, ik ga proberen kort te zijn. Mm-hmm. Het is niet mijn sterkste. Ga je helpen? We hebben al besloten. Ja, ga je helpen? Inderdaad, het is niet mijn sterkste kant. Nee, Ruth Sinclair, ik ben geboren in Paramaribo. Deels hier opgegroeid, deels in Nederland opgegroeid. En sinds 8 jaar terug naar Suriname gekomen. En ik ben nog elke dag heel erg blij dat ik weer in Suriname woon en werk. En dan rijd ik door Paramaribo en denk ik, wow, ik ken de weg hier zonder GPS en zo. Nee, het is mooi. Ik werk op dit moment, ik heb mijn eigen bedrijf als recruiter. Maar we doen ook detachering, outsourcing en leadership management, communicatie, training en teambuilding. Dat is wat ik normaal gesproken doe. Mm-hmm. En als hobby, want ik noem het echt een hobby hoor, omdat ik leef niet van het schrijven. Nog niet. Nee, maar ik zal mijn bedrijf nooit opgeven ervoor, zeg maar. Want dat vind ik ook echt leuk. Het is echt mijn passie om met mensen te werken. Maar schrijven is gewoon leuk. Als je ideeën hebt in je hoofd, dan je kan het op papier zetten. Dus mijn eerste boek schreef ik in 2014. Dus die is volgend jaar 10 jaar geleden. Mm-hmm. Alweer, dat gaat hard. Sexy leiderschap. En dat boek gebruik ik nog heel veelvuldig in mijn trainingen. Dus bijna elk bedrijf wat trainingen, eigenlijk gewoon elk bedrijf wat trainingen afneemt, krijgen de deelnemers een sexy leiderschap boek. Omdat sexy leiderschap gewoon een methode is die ik en in de trainingen gebruik, maar die je gewoon echt in je dagelijkse leven ook kan toepassen. En het helpt je echt om meer inzicht te krijgen in wie je bent, in wat je kan. Waar je goed in bent en hoe je dat dan kan omzetten in succes, zeg maar. Yeah. Ja, dat is wat sexy leiderschap doet. En waarom heet het sexy? Want dat vraagt... Dat is de laatste, hè? Want we hebben nog drie andere boeken voorkomen bij de nieuwe. Nee, ja, klopt. Leiderschap gaat voor mij over dat je echt de teugels van je eigen leven in eigen handen neemt. En wat is er nou niet mooier dan een sexy leven? Een leven waar jij, wat jij aantrekkelijk vindt en waar jij blij van wordt. Nee. Toch? Dus daar gaat sexy leiderschap over. Dan heb ik Happy Ondernemers Zijn Succesvoller geschreven. Mm-hmm. Toen ik nog in Nederland woonde. Mm-hmm. En nou ja, de titel zegt het eigenlijk wel. Dus dat boek is er ook nog. Daarna heb ik Wantamara Dig geschreven. Dat was mijn eerste boek wat ik hier in Suriname maakte. Mm-hmm. En dat is een prachtig boek geworden. Het is eigenlijk een verzamelboek met 50 carrièreverhalen van 50 bekende en minder bekende Surinamers. Er staan bekende ondernemers in, er staan enkele ministers in. Het zijn hele mooie verhalen. En de meeste van die verhalen zijn van mensen die, net als ik, terug zijn gekomen om mee te helpen om Suriname op te bouwen. En omdat we liever hier wonen dan elders. En toen dacht ik van, ik ontmoette toevallig een uitgever in Nederland. En toen ben ik de uitdaging aangegaan om mijn eerste roman te schrijven. Mm-hmm. En dat is De Chocoladeprinses geworden. Okay. Dus die is er dan ook nog. Yeah. En op mijn website kunnen mensen alle boeken zien en bestellen als ze dat willen. Rutsinkler.com. Okay, en nu komt Rutsinkler.com, Rutsinkler.com. En nu komen we bij je eerste kinderboek. Yes. De verhalen of het Kami en zijn vriendjes. Kami en zijn vriendjes, ja. Yes. En je zei, er is een heel grappig verhaal erachter, want hoe ben je op... kijk, het leek me gewoon... Toen die roman geschreven was, dacht ik, oké, wat ga ik nu
doen. Ik vind schrijven gewoon echt leuk. Hè? Mm-hmm. En je merkt al, ik ben een beetje een druk persoon. Dus schrijven maakt kalm en ik vind het een uitdaging. En ik dacht van, hé, een kinderboek, dat lijkt me wel leuk. Maar goed, hoe schrijf je een kinderboek? No idea. Dus ik ben een beetje gaan googlen en ik dacht, ja, maar waarover wil ik dan schrijven? Ik wist wel dat het een beetje Surinaamse inslag moest hebben natuurlijk. Mm-hmm. En op een avond zat ik tv te kijken en ik voel echt zo iets aan mijn kuit. En ik trek mijn benen op de bank en ik denk, wat was dat? Want ik zag niks. Was het regen thee? Ja, dus ik weet niet eens meer wanneer. Het was eigenlijk begin dit jaar hoor. Mm-hmm. En vervolgens, ja, op een gegeven moment zat ik niet meer lekker zo met mijn benen gekruist op de bank. Dus ik zet mijn voeten weer op de grond en ik voel weer aan mijn kuit zo. En ik stamp echt. Ik denk, wat is dit? En ik zie een kleine camerawindje zo wegrennen. Ik denk, hey, brutaal camerawindje, kamibeest, zoiets, zei ik of zo. En toen dacht ik, hey, kami camerawindje, maar dat is leuk. En dat is blijven hangen in mijn hoofd. En ja, als iets eenmaal in mijn achterhoofd zit, dan popt het af en toe op. En zo kwam Kami Kamerawindje. En ben ik eerst begonnen met een verhaal over Kami te schrijven. En toen dacht ik, ja, maar een heel boek alleen over Kami. Ja. En ik weet niet, toen kwam gewoon de inspiratie van, nou ja, er zijn nog meer leuke dieren waar je over kan schrijven. Kami Kamerawindje. En dan hebben we nu Likkie de Snikkie, Sikke Sikre Patu. We hebben Ringo de Pingo, Kapi de Jappie. En dan hebben we Koiri de Loiri. Ja, ik vergeet Koiri bijna. Ja, iedereen hebben we nu hier zo naar. Yes. Dus de verhalen van Kami en zijn vriendjes. Ja. Maar waar haal je inspiratie? Los van dat het beest aan je voet is gekomen, het zaadje is geplant. Hoe is het proces voor jou om een verhaal te vormen? Ja, dus dat is wel heel grappig. Ik dacht van, oké, dus hoe schrijf je kinderboek? Ik wilde gaan schrijven over Kami. En toen ben ik gewoon gaan googlen van, hè, kinderboeken, ook een beetje lezen. Wat is de toon? Voor welke leeftijd ga je schrijven? Google heeft heel veel informatie. Mm-hmm. En als je dan zo een beetje leest, dan vind je zo de toon. En toen kwam het eigenlijk een beetje vanzelf. Toen ik eenmaal had bedacht van, oké, we gaan niet alleen over Kami schrijven. Maar ik hield dan die, ik noem het een cadans. Die cadans hield ik een beetje aan. Kami de camerawindje. En toen dacht ik, hey, mijn vader heeft een Sikre Patu die loopt over het erf. En eng beest trouwens. Ik weet niet. Ze kijkt je bent niet bang voor camerawindjes, maar je bent bang voor schildpadden. Nee, ik ben niet bang, maar ze kijkt een beetje eng. Maar goed, dus ik zag dat beest lopen op het erf en toen dacht ik, hey, Sikre Patu. Sikke de Sikre Patu. Dan kom je, weet je? In die flow. Precies. Ja. En toen dacht ik, dan, welke dieren zijn nog meer leuk en waar je een beetje op kan rijmen, zo'n beetje toch? En dan kom je op een Likkie de Snikkie en een Kapie de Jappie. En Koiri de Loiri. Ja, dus eerst heb ik die namen van, heb ik dieren gekozen en dan zo die namen. Wat rijmt er op Jappie? Nou, Lappie, Happie, nee, Kapie. Ah, Kapie kan, dat klinkt wel. Ja, dus, dat is ook weer kapie zijn en aapje kunnen zijn. Oh, zo heb ik niet eens gedacht. Sense. Ja, ze hebben niet eens gedacht. Weet je, dus, en het is volgens mij een kapucijnenaap. Volgens mij heeft Kavita dat getekend, ja. Ja, dus daar had ik eerst die namen van die dieren. Mm-hmm. En ja, het verhaal en is toen bedacht ik van, maar ik wil wel dat de kinderen een beetje wat leren uit het boek. Dus elk verhaal van elk dier heeft een thema. Mm-hmm. Het thema bij Kami is gehoorzaamheid, want Kami is avontuurlijk. En hij gaat uit het nestje weg. Mm-hmm. Gaat dat mag niet. Hun beentjes zo. Ja, en hij gaat door het huis. Yeah. Hij woont in een grote houten huis. Mm-hmm. In de boekenkast. En dan gaat hij op avontuur. En hij mag eigenlijk niet van zijn moeder. Heel ver weg. En dat doet hij wel. En dan krijgt hij natuurlijk uiteindelijk boze mama voor zijn neus. Yeah. Van, je moet luisteren. Maar hij gaat op avontuur door het huis. En Dus elk dier heeft dus dan zijn eigen avontuur. Ja. En in elk hoofdstuk komt Kami daar ook weer even langs. Nee. Oh, niet eens. Oké, nee. Dan moeten we het boek echt gaan lezen. Want ja, Kami je hebt het verhaal van Kami. En dan heb je de verhalen van Likkie, van Sikke, van Ringo. Kapi, Ringo en Koiri. En dan op het laatste verhaal, daar komen ze allemaal samen. Oh, leuk. Ja, op een leuke manier. Wanneer is het boek uitgekomen? Nou, zo deze 10 september is de boeklaunch. Mm-hmm. Ik heb nog niet bij me het boek, omdat de drukker heel hard
Die drukker wordt gek van me, is mijn vaste drukker hoor. Mm-hmm. En eeuwig gaan dingen last minute. Mm-hmm. Maar het kostte gewoon toch iets meer tijd om nog kleine foutjes eruit te halen. Mm-hmm. En er zitten zeker nog wel foutjes in. Mm-hmm. Dus op dit moment worden de boeken gedrukt. Ah. Dus helaas heb ik geen fysiek boek hier bij me. Maar 10 september is de boeklaunch bij Barbizar van 3 tot 5. En dan kunnen ouders komen met hun kindjes. Dus dan ga ik voorlezen. Barbizar verkoopt patat en pannenkoeken. Oh, gezellig. Ja. En mensen die hun boek al hebben besteld en betaald kunnen het ophalen. En mensen die nog een boek willen kopen kunnen daar dan ook hun boek kopen. Oké, dus op 10 september kunnen de mensen met hun kinderen komen voor de boeklaunch. En het wordt een hele leuke dag. Ja. En daarna kunnen ze het gewoon bestellen op de website. Ja. Hoeveel kost een boek? Ja, dus nu in de pre-sale is het 550 SED en straks is die 650. Mm-hmm. En mensen kunnen via de website, de mensen van Suriname, die kunnen dan gewoon, omdat we hier nog geen ideal betalingen en zo hebben toch? Nog niet, maar die kunnen dan een mailtje sturen en dan online betalen en dan kunnen ze het ophalen bij mij op kantoor. Ik ga ook nog even kijken naar verkooppunten hoor, maar dit is even de eerste stap. Methode. Ja. Ja. Nee, klinkt allemaal goed en ook gewoon superleuk dat je dat hebt gedaan, want je hebt de business-wise, de romance en nu een kinderboek, dus je bent lekker bezig. Ja, en er zitten nog meer dieren in mijn hoofd, dus wie weet wat er nog komt. Maar ik moet wel zeggen, één vriend van me, die had ik als testfamilie genomen. Mm-hmm. En zijn dochters vonden al die verhalen, want zij hebben alles al gehoord. Mm-hmm. Ik heb op hun getest, toch? Of ik they approve this message? Ja, en of ik de juiste toon had en zo. Die meisjes zijn geloof ik 6 om 10 of zo. Mm-hmm. En die waren helemaal enthousiast, helemaal fan van Cammy. Mm-hmm. Maar ik heb ook een paar volwassenen getest. Oh, die vinden het ook helemaal geweldig. Dus het is eigenlijk voor alle kinderen. Nee, dat zou mijn laatste vraag zijn. Wat is de doelgroep precies? Maar dus iedereen kan hem eigenlijk nou lezen. Ja, dus de kindjes. Ik heb geschreven voor kindjes van 3 tot 6. Mm-hmm. Zodat ouders kunnen voorlezen. Mm-hmm. Maar ik merk dus dat de volwassenen, een vriend van mij, die zei van, ik voel me weer helemaal kind. Helemaal. En hij haalde, natuurlijk haalden volwassenen de lessen er meteen uit. Hè. Mm-hmm. Bij Kappie gaat het over pesten. Nee, je vertelt alles nu toch? We moeten nu dat boek gewoon nog bestellen. We gaan het bestellen. Ja, heel goed, heel goed. Nee, dus eigenlijk is het voor alle leeftijden, heb ik gemerkt. En eerlijk gezegd, als ik die verhalen weer lees, dan voel je het ook nog een keer. Ja. Echt superleuk, man. Je wordt er vrolijk van. Ja, en wie wil nou niet vrolijk zijn? Vooral bedoel in deze tijd. Nee, ik. Jij hebt iets goed gedaan. Dank jij hebt iets wel. Goed gedaan. Dank je wel. Ik wil je als eerst bedanken voor het komen. En jullie bedankt voor de uitnodiging. Tuurlijk. Zo druk te zijn en nog tijd te hebben om meer te doen met jouw Q-time. Want je kon het voor iets anders hebben gebruikt. Ik kan niet wachten om te zien wat er nog meer uit jouw hand komt. En heel veel succes met de launch van het boek. En natuurlijk met de verkoop en everything that follows with it. Thank you so much. Graag gedaan. En jullie thuis ook voor het kijken. Vandaag hadden we Ruth Sinclair. Deze drukke vrouw heeft haar eerste kinderboek geschreven. Cammy, de verhalen van Cammy en zijn vriendjes. En de boeklaunch is op 10 september. Dus als jij thuis kijkt, als een mama kijkt of jij als kindje thuis kijkt. En denkt van, ik wil deze zondag iets leuks gaan doen. Kom dan naar Barbizar. De tijd misschien dat je al niet van 3 tot 5. Van 3 tot 5 bij Barbizar is de boeklaunch van Cammy en zijn vriendjes. Geschreven door Ruth Sinclair. En dat wordt een superleuke dag. En ze gaat zelf ook voorlezen. Dus als jij niets hebt om te doen, kom op 10 september naar Barbizar vanaf 3 uur. En ga het boek kopen. En jullie thuis nogmaals bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.